We praten toch nog even na gauw na met Maarten Siermans. Iedereen kent natuurlijk Maarten Siermans, de onverbeterlijke voorstopper van Sportlust. Het laatste nieuws heeft inmiddels iedereen bereikt dat Maarten eigenlijk niet meer op dit niveau kan gaan voetballen. Maarten, even voor de luisteraars en de kijkers, hoe gaat het met je? Nou ja, gaat goed. Herstel gaat zoals verwacht. Wat is er precies aan de hand geconstateerd bij jou? Er zat wat los bot in mijn enkel. En dat hebben ze weggehaald. Er was wat ontstoken slijmvlies in mijn enkel, hebben ze allemaal weggehaald. Maar toen bleek dus ook dat er nog wat bot zat waar het niet moest zitten. Dus dat hebben ze allemaal bijgeslepen. En toen zagen ze ook dat de kraakbeen zo'n beetje weg was. Dus de kraakbeen wat er zat is al helemaal afgesloten. Een beetje afgesleten. En je kreeg het advies? Ja, niet meer voetballen. Voetballen niet meer verstandig. Hoe pijn doet dat? Veel natuurlijk. Je bent natuurlijk een echt voetbaldier. Ja, en als je zoiets te horen krijgt, dan kan je me voorstellen dat pijn doet. Ja, zeker weten. Ja, ik heb een maand lang voor de operatie tegen mezelf gezegd, als hij dat zegt, dan moet ik stoppen. En toen zei hij het, toen dacht ik, toch kut. Ja. En wat nu? Ja, eerst uithuilen. Maar volgend seizoen ga ik waarschijnlijk trainen geven. Bij de jeugd? Bij de jeugd. Goeie zaak. Je hebt je trainingsdiploma vorig jaar gehad? Daar ga ik volgend jaar wat mee doen. Welk team en wat precies de invulling is nog niet duidelijk, maar dat gaat in ieder geval gebeuren. Ga je nog een beetje in de functie komen dichtbij rond het eerste en hoop je daar ook een beetje op? Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ik zit met mijn hoofd toch nog wel veel bij de selectie, dus ik zou het ook wel leuk vinden om daar ook nog bij te blijven. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zou gaan gebeuren. Nou ja, ik weet niet. Hè. Dat is afwachten. Ik ga er niet helemaal zelf over. Dus dat is even afwachten, maar dat komt waarschijnlijk wel goed. Maarten, bedankt voor het interview en heel veel sterkte met je herstel, jongen. Ja, dankjewel. Dames en heren, dit was Sportlust tegen Haaglandia vandaag. Uitslag 2-2. Wederom in de laatste minuut, in de 90ste minuut, een 2-2 gelijkspel door Haaglandia. Een doelpunt, terwijl we ervoor de 3-1 hadden. We wensen jullie in ieder geval een fijn weekend en tot Sportlust en tot over 2 weken bij de uitwedstrijden tegen Deltasport, wat Sportlust TV uiteraard weer live probeert uit te gaan zenden. We zien u dan en tot ziens, een fijn weekend.